Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly en wij zijn op Camping Victoria in Zeeland. Zeeuwse kust. Nog steeds in Zeeland. Ja. De laatste dag, of in ieder geval de laatste dag waarop wij nog iets kunnen ondernemen. Want morgen gaan wij vertrekken richting huis. Morgen vroeg, denk ik. Ja, we proberen dan een beetje vroeg hier vandaan te gaan. Maar dat laten we nog even, daar wil ik het nog even niet over hebben nu. Maar wij gaan vandaag naar Burghaamstede. Dat is ongeveer een half uurtje rijden met vanaf auto. De camping. Met de auto, ja. Ja. En ik heb vernomen dat dat best wel een leuk dorp of stad. Ik weet eigenlijk niet wat het is. Dat weet ik ook niet. Nee, nou ja, het moet er best wel leuk zijn. En ik heb ook vernomen dat je er ook nog zeehondjes kunt spotten. Dus misschien zou wel lekker dat gaan. Wij ook nog zeehondjes gaan zien. Als dan het zonnetje doorbreekt, dat hun lekker liggen te chillen ja, op het strand. Ja, zonnebaden. Ja. Ja. Nou, we gaan richting de auto. En dan gaan we even toeren door Zeeland. Neeltje Jans. Ja. Dat is ook een attractie. Dat wij hier overheen reden, toen lag Nelly lekker te slapen in de auto, dus nu zie je het ook een keer wel. Leuk, hè? Heel leuk. Ja. Wordt hard gewerkt. En we zijn in Burghaamstede. We hebben net de auto geparkeerd en dus we zijn er eigenlijk al een klein beetje doorheen gereden met de auto. En ik had eigenlijk verwacht dat het iets groter was. Maar ja? Op zich, ja, ik dacht het is een grote stad. Maar het is dus eigenlijk een klein dorpje. En in het midden van het dorpje staat een kerk. Die zien jullie daar. En wat mij opvalt aan bijna alle dorpjes in Zeeland, is dat er in elk dorpje heel veel restaurantjes zijn, terrasjes. En er is ook altijd wel een fietsenverhuur. Dat valt mij op in Zeeland. Burghaamstede. Wat leuk dit. Nieuwhaamstede. En wat staat hier? Burgsluis. Westen. Schouwen. Oké. Nou, dan gaan we de boel eens verkennen hier. Wat natuurlijk niet mag ontbreken in Zeeland zijn vliegers. En dit is een winkel met allerlei vliegers. We hebben trouwens ook nog geen gevliegerd hier. We hebben natuurlijk een vlieger, die ligt ook in de auto. Maar ik heb het wel opgenoemd van de week. Maar we hebben het eigenlijk nog niet gedaan. Dus misschien dat wij vanmiddag nog even kunnen gaan vliegeren, maar... De wind is eindelijk weg. Het heeft een aantal dagen best wel hard gewaaid. En nu is het eindelijk een beetje windstil. En ik kom op het idee om vanmiddag te gaan vliegeren. Typisch, typisch. Ja, hier is een bakker. Of is er geen bakker? Ja, we zijn even op zoek naar een bakkerij voor een broodje. Maar wij lopen dus, hier aan mijn linkerhand is dus een bakkerij. Maar wij lopen dus ook tegen een monument aan. En dat is ter nagedachtenis aan de 40 inwoners van Haamstede en Burg. Die tijdens de Tweede Wereldoorlog door oorlogsgeweld zijn omgekomen. En dit is dus dat monument. En wat mij gelijk opvalt. Dit is ook echt een Urker achternaam. Bakker. Van den Berg. Is ook een Urker achternaam. Ja, dit zijn dus 40 inwoners die omgekomen zijn. En er staan ook best wel jonge inwoners tussen. Kijk dit dan. 4 jaar. Vreselijk. 2 jaar zelfs. Ongelooflijk. Welkom op landgoed Slot Haamstede.
Een kasteel met slotgracht, een oud slotbos en een aangrenzend duingebied met uitzichten en vogelkijkplekken. Maar je mag het natuurgebied niet in, want dat is kwetsbaar. Ja, en we mogen het kasteel ook niet in, want er is het touw gespannen. Jammer. Het ziet er wel mooi uit. Ja. Burg Haamstede heeft dus gewoon een eigen kasteel. Oh, je staat wel op een bordje eens binnenkijken. Je kunt het kasteel met het ommuurde slotbos alleen bezoeken tijdens Open Monumentendag. En speciale activiteiten. Oké, okay, nou. Misschien dat hier wel kerstmarkten of zoiets zijn. Ja, dat is wel de perfecte locatie. Ja. Wij hebben Burg Haamstede verlaten en we gaan ook nog even een kijkje nemen bij de Plompe Toren. Daar rijden we nu naartoe. En als het goed is, zou je vanaf deze locatie ook zeehondjes kunnen spotten met de verrekijker. Dus we gaan even hier de auto parkeren aan de zijkant. In de verte zien jullie al de Plompe Toren. Daar gaan we ook even een kijkje nemen. En dan hoop ik dat wij zeehondjes gaan zien. Ik denk het zomaar niet, want het zonnetje schijnt nu ook niet. Maar we gaan het zien. Volgens mij zie ik ze al liggen. Ja, echt? Je zou dus met de verrekijker, en dat is Nelly nu ook aan het doen, vanuit je auto zeehondjes kunnen spotten, maar ik betwijfel het. Ik kan met blote ogen in ieder geval niks zien. Daar in de verte is de Neeltje Jans. Daar zijn we overheen gereden daarnet. Het is sowieso ook zonder zeehondjes is het een mooie locatie en een prachtig uitzicht. Daar is de Plompe Toren. Er staan ook wat fietsers stil nu. Dat is ook een bezienswaardigheid in Zeeland. Schaapjes liggen hier lekker te relaxen. Ja, gezellig hier. En heerlijk stil. Maar dat vind ik ook zo lekker aan Zeeland. Dat het zo lekker stil is. Volgens mij heb je nu een zeehond in het vizier, of ja, niet? Nee, niks. Kijk maar even. Hij heeft echt jeuk. Wel handig zo'n bord. Lekker. Oké, we gaan even verder lopen. Ik zie ook mensen bovenop de Plompe Toren staan. Nee hoor. Oké, we zijn bij de Plompe Toren. Ik zag net al mensen bovenop staan. Er zit volgens mij ook iets van een verrekijker. Dus misschien kunnen wij met die verrekijker wel even kijken of we zeehondjes kunnen spotten. Zou wel leuk zijn. Dus de Plompe Toren is van natuurmonumenten, zie ik nu hier. Ja, ik zie de zeehonden. Echt? Wel, ja, serieus. Het is wel een beetje ver weg. Maar ik zie ze echt liggen, serieus. Ze liggen op een zandbank. Kijk, en nu is de zon gaan schijnen. En volgens mij, als de zon gaat schijnen, komen ze sowieso tevoorschijn. Ja, ik zie ze echt liggen. Oké, okay, nou het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Wow, dit is wel heel gaaf. Dat is echt heel gaaf. Ja, ik heb hem helemaal scherp gesteld. Dus als jij hier gaat staan, dan zie je ze zoals ik ze ook zie. Ja, Nelly heeft ze ook gezien. Ja, ik zie ze. Leuk hè? Ja. Nou mensen, wow. Dit is echt een aanrader. Als jullie zeehondjes, willen spotten, ga naar de Plompe Toren. Dat is de hoogste kans, de grootste kans. Ja? Dat je ze ziet, ja. Nou, je ziet ze duidelijk. Ja. Maar je moet wel een verrekijker meenemen. Ik kan ze ook met blote oog zien, nu. Ja. Maar dan zie je niet dat het een zeehond is. Nee. Je moet echt wel een verrekijker meenemen. Ja. Leuk. Nou zijn wij natuurlijk net bij de Plompe Toren geweest. Maar eigenlijk hebben we daar vrij weinig over verteld. Nou heb ik eventjes Google geraadpleegd, zoals gewoonlijk.
Maar wat blijkt? De plompe toren, die is 23 meter hoog. Maar het was dus vroeger was het het middelpunt van het dorp Koudekerke. En dat was een zeer welvarend dorp. En eigenlijk is het dorp verdwenen. 14 verdronken dorpen, waaronder Koudekerke. Hmm. Alleen de toren is blijven staan. Het is best wel bijzonder. Ja, dat was eigenlijk in de tijd voordat de deltawerken er waren. Hmm. En er staat ook 14 verdwenen dorpen. Zeeuwen zijn zuinig. En bouwmateriaal was schaars in die tijd. Dus ja, die dorpen werden ook niet weer opgebouwd. Hmm. Dus voor de mensen die zich afvroegen, ja, wat is nou de Plompe Toren? Het is leuk om te zien, maar wat is het? Dit is dus een verhaal achter de Plompe Toren. Oké, wij gaan even verder rijden, want ik wil ook nog eventjes naar de vuurtoren van Burghaamstede. Dat is, die heb ik op foto's gezien, ook op Google. Google is your best friend. En die ziet er best wel leuk uit. Dus daar gaan we ook nog even naartoe. De kant op, toch? Ja, dat is die kant op. Okay. We zijn bij de vuurtoren van Burghaamstede. Of eigenlijk vuurtoren Haamstede staat weer op een bord. Ja, dit is hem. We kunnen er helaas niet in. Er staat ook echt duidelijk aangegeven verboden toegang. Dus hij is gesloten. Maar het is wel een hele mooie vuurtoren. Het is gebaseerd op het 250 gulden biljet. En dat had ik net hier gelezen. De vuurtoren heeft een lichthoogte van 58 meter boven zeeniveau. En hij staat hier sinds 1837. En van 1986 tot de invoering van de euro stond de vuurtoren van Haamstede afgebeeld op het 250 gulden biljet. Beter bekend als de vuurtoren. Dus dat was eventjes wat informatie. Maar hij ziet er geweldig mooi uit. Hij is sowieso hoger dan onze eigen vuurtoren van Urk. Maar ja, die van ons die staat natuurlijk ook op een heuvel. En deze niet volgens mij. Maar wel leuk om een keer te zien. Rijkswaterstaat staat hier. Vuurtoren Haamstede. Ik heb eventjes daar de auto neergezet. En ja, het is niet, volgens mij niet echt de bedoeling dat ik hem hier neerzet. Dus wij gaan er snel weer vandoor. En we hebben de vuurtoren goed in beeld vanaf de duinen. Daar is hij. Leuk hè? Ja, zo is hij nog mooier dan dat ik hem net in beeld had. Dat is waar. Daarnet stond ik echt in een woonwijk. Ja. En dit is wel hoe je de vuurtoren wilt zien. In een duingebied. Vlak bij zee. Ja. Erg leuk. Ik vind het een mooie kleur. Het is een mooie vuurtoren. Ja. Ja. Oké, nou. Wij zijn weer terug in de caravan. En we hebben even een halve ananas naar binnen gewerkt. Voor de vitamine. Voor de vitamine, hè? En ik las ergens dat je een slanke taalje krijgt daarvan. Dus ga vooral ananasen eten. Met z'n allen. Maar wij gaan nu koffie met gebak eten. Ja. Nou, goed verhaal, blijf hè? Vooral ananas eten. Vooral heel veel ananas eten, jullie. En wij ook. En dan daarna kan je gewoon gebak eten. Nou, let's go. We gaan er weer vandoor. Het was 5 minuutjes, even wat eten en er weer op uit. Het knaapje staat hier. De fiets, hè? Nou mensen, wij zijn eventjes in een winkeltje in Oostkapelle. En wij hebben hier het Noorderland magazine. En wij staan gewoon in het Noorderland. Kijk even. Of jij eigenlijk. Ik sta daarin, ja. Ah, onze foto. Ja, dit is toch superleuk. Dus dit blad gaan we even kopen. Kijk, huppatee. Wat leuk dit. Hey, rode kabouter. Ja, dat zei jij net nog. Zei ik de net rode nog. Kabouter. Ja. Ja. Fietsje van het, Hekje gezet. Aan het hekje gezet. En dan gaan we even richting het strand. Laatste keer voorlopig.
En dan gaan we eventjes naar een strandpaviljoen. En dan hopen wij dat wij er natuurlijk even koffie kunnen drinken. Maar dat zou vast wel kunnen. Ik hoop dat ze er wat lekkers bij hebben. Ja, dat hoop ik ook. Dan houden ze die koffie maar. Ja. Nee, grapje. We zijn bij de Lage Duintjes beland. Een strandpaviljoen bij Oostkapelle. En dan gaan we eventjes wat drinken. Voor de laatste keer dit uitzicht op het strand. Laatste dag natuurlijk, dus we gaan extra genieten hier. Ik ga dit toch wel een beetje missen hoor. Kijk dan. Dit weidse uitzicht. Heerlijk. Cappuccino met cheesecake. Bij de Lage Duintjes. Ja, nou we zitten hier heerlijk buiten. Ja. Het is lekker weer. De zon schijnt niet echt. Het is wel fel, zeg maar, aan je ogen. Maar ja, prima. Het is lekker hier. Ja. Extra genieten. Laatste koffie in Zeeland. Ja. De laatste koffie in Zeeland. Ik hoor net dat ik vrij ben van koken. We gaan hier eten. Ja. Een lekkere friet besteld. Maar jij hebt deze vakantie 2 keer gekookt. Ja, 2 keer. Heel weinig. We zijn best vaak het eten geweest. We zijn geweest. 3 nachtjes weg. Nee. Nee. We zijn 6 dagen weg geweest. Ja, dat klopt. En je hebt 2 keer gekookt. Dat is waar. We zijn gewoon wat vaker uit eten gegaan, maar dat is ook vakantie. Ja. Dat mag. Ja, het is heerlijk. Ik vind het heerlijk. Ja. Ik ook. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Er zit geen zout op, volgens mij. Oh. Dat hebben we hier. Zo. En ik heb sinds tijden weer eens een frikandel speciaal besteld. Nou, wij zijn even aan het keutelen op de camping. We gaan even de fiets op de fietsendrager zetten, want we gaan morgen natuurlijk naar huis toe. Dus die kan er vast op. Even de accu eruit en dat soort dingetjes. Even de vuilwatertank legen en de wc. Dus ik ga Ali even helpen. The sun is shining. I feel good. In Zeeland. No one's gonna stop me now. Oké, ga je me even helpen met optillen, want ik kan niet alleen. Ja. Hij past er ook echt net aan tussen. Tussen de gespjes van de... van de drager. Die gespjes die zouden er eventueel ook af kunnen. Maar eigenlijk is het beter als ze erop blijven. Want hij klemt er nu perfect tussen. Ja. Nou, dan gaan we hem natuurlijk nog wel even extra vastzetten met dit slot. Riemetjes wil ik er nog even 2 keer aanzetten. Hier en daar. Elastieken en elastieken 3 keer, dus hij staat echt als een huis. Als een huis, inderdaad. Hij kan er bijna niet afvallen. Ja, alles is mogelijk, maar ja, we hebben er alles aan gedaan. Oké, wat kan ik nog doen? Nou, niks. Ja, pauze. Ik heb pauze, ik ga binnen zitten. Ja. Om in de Zeeland sferen te blijven. Een lekkere Zeeuwse babbelaar. Heerlijk. Lekker. Oké. We gaan even verder met het campinggebeuren. We zijn natuurlijk de hele dag op pad geweest. Ik wou ook nog even wat zeggen. Ik wil toch nog wel eens een keer met jou. Met zo'n kapje. Ik weet niet hoe het heet. Op Urk noemen ze het een hulletje. Ja, maar dat ziet er niet zo uit. Dat ziet er niet zo uit, nee.
Maar ik wil toch nog een keer met jou in Zeeuws kleden dragen. Ja. Dan moeten we toch nog een keer terug naar Zeeland. Ja, dat gaan we sowieso. Ik heb nu ook een hulletje. Een hulletje. Lijkt er wel op. Nou, ik heb even mijn muts opgezet, want ik ben een beetje koud of zo. Dus ik zet dit even lekker op. Dit is lekker warm. Ziet er niet uit, maar boeien. We gaan het toilet legen. Ja, we gaan even het toilet legen. En volgens mij hoeven we dan daarna niets meer te doen. Zal ik de vulwatertank ook even meenemen? Nee, dat kan nog wel. Tot morgenochtend. Het is trouwens ook wat drukker op de camping geworden. We hebben inmiddels buurtjes gekregen. Aan beide kanten. Wel gezellig, hè? Het is wel gezellig, ja. En we begrepen van de eigenaar dat er morgen ook iemand op ons plekje komt. Dus we moeten nu ook echt weg. Ja, we moesten sowieso weg, hoor. Als die plek vrij was gebleven, dan konden we ook niet konden we ook niet blijven, want we moeten gewoon werken. Ja. De arbeid roept. Wat wij ook nog niet verteld hebben, volgens mij, hier mogen ook honden op deze camping. En wat mij opvalt in Zeeland, zijn ook heel veel honden. Je komt ze heel veel tegen, ook in Domburg. Mm. Dus het is een hondengebied. Sowieso lijkt het me heerlijk als je een hond hebt. En om dan lekker op het strand, lekker rennen en spelen. Je hebt ook een hondenstrand. Hier? Ja. Echt? Ja. Oh. Ik heb een bordje gezien. Daar stond op hondenstrand met een pijl. Oh. We zijn er niet geweest, maar het is er wel. Je moet altijd uitkijken dat je die spetters niet in je gezicht krijgt. Gadver. Kom je met sproetjes terug. Mm. Hier op het achterste veld staat alleen nog maar dat ene campertje. Ja, en die verlaten Caravendam. En hierachter, hier, daar zien jullie het torentje van Oostkapelle. Leuk, hè? Waar gaat zij nou naartoe met die wc? Oh ja, ik begreep van Ali dat ze deze camping opgezocht heeft op Facebook. En die meneer die postte ze af en toe een filmpje. En dan staan er ook gewoon hertjes. Nou, hoe leuk. Als je een hertje hier ziet. Hebben wij niet gezien, hoor. Maar ja, we waren er ook nooit vroeg op. Dus het kan best dat ze hier in het weiland lopen. Ja, dat was ik dus eventjes aan het bekijken of ze nu, of je nu ook wild loopt. Maar ik zie niks. Nou, we lopen weer even door de boomgaard terug. Ik zie wel een specht. Of een specht. Een ekster. Nou, ga lekker zitten, meid. Ja, kom erbij. Je ziet ons eitje helemaal niet meer. Au. Nee. Staat volgebouwd. Nee, we staan nog steeds op een heel mooi plekje. In het hoekje. Kijk dan. Het eitje. Ik ga even een theetje zetten. Zijn jullie dan ons nieuwe kleedje? Dat is een theedoek. Ik heb hier net eventjes in gekoekeloerd. Voor onze fietsvakantie. Good night. Slaap zacht. Sleep well. Goedemorgen. Wij zijn wakker. We doen nog een beetje zachtjes, want het is 7 uur. We zijn vroeg opgestaan. En ja, we zijn een beetje aan het opruimen. We hopen een beetje op tijd te vertrekken, zodat we niet al te laat thuis zijn.
3 uur rijden dit. 3 uur rijden. We hebben nog geen pauze erbij. Ik ga even naar het toilet gewoon. Ja. Wat een rust hier. Zonsopgang in Oostkapelle. Iedereen ligt nog te slapen. Nou, dan gaan we even zachtjes naar het sanitaire gebouw toe wandelen. Want hier staan ook nog mensen. De vogeltjes zijn in ieder geval al wakker. Sun is shining. Het is een mooie dag. Het is altijd een ontbijt. Waarom moet je de naam lachen dan? Gewoon. Al die tabletten. Oh, dit. Dit. Dit is altijd een ontbijt. Ja. Nou, ik hoop dat het erbij trekt. Je hebt hoofdpijn. Ja. Nou, hopelijk gaat dat weg met al die tabletten. Een lekker vers gezet bakje uit de pruttelpotje. Kijk dan naar. Lekker hè? Het geluid en de geur. Het is 8 uur volgens mij, maar. Ja. Voor mij is het tijd voor een bakje. Het was eigenlijk de bedoeling om onderweg even ergens koffie te halen bij het tankstation. Maar omdat ik nu hoofdpijn heb. Jammer genoeg. Had ik eigenlijk wel behoefte aan een koffie. En dan hoop ik eigenlijk dat het met de koffie en met al die tabletjes die jullie net zagen. Ja, dat die hoofdpijn dan een klein beetje zakt. Het is al iets minder dan net. Dus dat is al een goed teken. Maar ik heb ook vaak dan word ik ermee wakker en dan kan het eigenlijk 2 kanten op. Of het gaat weg. Of nou ja, voor een gedeelte weg. Of het... Ja, het wordt zo erg dat het verandert in een migraine. Dus ik was daarnet eigenlijk wel een beetje bang. Want ik dacht, ja, het is natuurlijk onze vertrekdag. We moeten 3 uur rijden. Nou, als je migraine hebt, dan ook al hoef je dan niet te rijden bijvoorbeeld. Dan ben je gewoon misselijk en ziek. En dan wil je liggen ja. In een donkere kamer. Dus ik hoop dat het gaat zakken. Want het is echt vervelend als je dit hebt. En ik heb op zich wel tabletjes bij me en zo, maar ja, soms dan helpt dat gewoon niet. Dus even een sterk bakkie. Ik heb er ook iets minder melk in gedaan dan normaal. En dan hoop ik dat wij een beetje een normale terugreis kunnen krijgen. Oké, omdat Erik straks onze caravan van het veld af komt trekken met een mover... Moeten wij natuurlijk nu eventjes de spullen naar de auto brengen. Dus ik pak even een kar waar we alle tassen in kunnen zetten. Oké, nou. Hier staat mijn kar. Deze neem ik mee. Kijk, die andere is een beetje viezig met allemaal gras en zand. Dus ik neem deze. Huppatee. Ik heb Erik al gesproken en die gaat ons zo van het veld rijden. Hoe gaat dit liedje ook alweer? Ik heb mijn wagen volgeladen. Vol met oude wijven. Maar er liggen geen oude wijven in hoor. Kijk dan, die kar die is veel te klein voor onze spullen. En dit is nog maar een kwart. Nee, we gaan eerst even dit terugbrengen naar de auto. En dan daarna laten we de caravan naar het parkeerterrein brengen. Door de eigenaar. En dan kunnen we daar wel even verder met overstapelen. Want wij hebben natuurlijk de stoelen, die staan in de auto en die moeten weer terug naar de caravan. Dus het is even wat gepuzzel.
Maar dat is ook kamperen. Dat maakt niet uit. Daar gaan we dan. Nou, wat gezellig. Met de bolderkar. Nou mensen, dit was het alweer. Ons ei wordt naar de parkeerplaats gebracht door Erik, de eigenaar. En dan kunnen we vertrekken. We hebben eventjes een pauze ingelast. Nelly heeft even koffie gehaald. En we moeten ongeveer nog een uurtje rijden om naar huis te komen. En daarbij is eigenlijk onze mini-vakantie afgelopen. Mm-hmm. Ging toch sneller dan ik had verwacht. Het is mooi weer. Het is super mooi weer. Maar ja, we mogen ook niet klagen, want we hebben best wel mooie dagen achter de rug. Ondanks de weersvoorspellingen. De eerste paar dagen waren nat en somber. Maar ja, de laatste twee, drie dagen waren wel mooi. Dus we mogen niet klagen. Nee. En ik heb ook echt enorm genoten van ons verblijf op Camping Victoria. Mm-hmm. Ik heb net nog eventjes complimentjes gegeven aan de eigenaar. Want ja... Het klopte. Het klopte ook weer bij deze camping. Vriendelijke eigenaar. Lekker relaxed. Mooi schoon sanitair. Ik heb eigenlijk ook nooit iemand zien schoonmaken terwijl het wel altijd schoon was. Dus dat vind ik ook wel knap dat je dat kunt. Dat je geen hinder hebt van schoonmakers. Of... Ja, bij veel campers wordt het dan afgesloten. Hè? Dan kun je er niet in of zo. Ja, dat heb ik eigenlijk hier niet gezien. En de ligging was, vond ik ook prachtig. Genoeg uitvalsmogelijkheden, hoe zeg je dat? Nou ja, jullie snappen wat ik bedoel. De omgeving biedt zoveel leuke tripjes en uitjes en leuke restaurantjes, terrasjes. Ja, Zeeland is mooi. Zeeland is heel leuk. Ja. Zeeland, we komen terug. Wij komen sowieso terug. We gaan deze zomer niet naar... buitenland, maar naar Zeeland. Nou ja. Zeeland is gewoon... Ja, het heeft alles. Het heeft strand. Ik heb het al meerdere keren gezegd. Strand. Bos. Duinen. Ja, alles. Terrasjes. Restaurants. Heel veel. Ja. En die eigenaar zei net ook... Ja, Zeeland is ook ingericht om de toeristen te ontvangen. Vond ik ook. Maar niet op een akelige manier. Snap je? Je hebt ook wel eens van die dorpjes die dan allemaal souvenirs, winkeltjes en... Ja, dat is dit, hier dan niet. Ja, dit is gewoon gemoedelijk en leuk. Je moet zoeken naar een babbelaar. Een babbelaar, ja. Nou, dat die is nemen toch we knap. Mee naar huis, de toch babbelaars. Toch knap, dat je daarom zoeken moet. Ja. Als je het ingericht hebt op toerist. Ja. Als je het ingericht hebt op toerist. Ja, kun je nog praten of... Ik ben... Er zit gewoon koffie in hoor. Oh. Er zit geen drank in of zo. Nou, wij gaan nog een uurtje rijden en dan zijn we lekker thuis. Dan halen we Coco gelijk weer op bij jouw ouders vandaan. En dan zien we jullie de volgende keer weer. En wij willen jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En tot de volgende vlog. Doei! Doei.